Ik wilde een switch in mijn werkcarrière. Ik heb 16 jaar een salesfunctie bekleed in de buitendienst. En dan was ik gewoon zat van, wat triggerde mij? Haar enthousiasme, voornamelijk haar enthousiasme en professionaliteit. En beroep virtual assistant sprak mij ook aan, omdat ik dan vanuit huis meer rust, ook voor mijn dochter thuis. Wat me gebracht heeft op persoonlijke ontwikkeling, dat ik gegroeid ben, meer zelfvertrouwen heb gekregen. Opzakelijk dat ik een aantal hele leuke opdrachten heb, wat financieel ook gewoon goed uitpakt. Ik heb tijdens het programma heb ik mijn klant gevonden waar ik nu ook nog voor werk. Ja, ik werk voor één opdrachtgever, werk ik 20 uur in de week, dus dat is inderdaad een langer termijn en een grote klant. En daarnaast heb ik nog twee kleinere klanten waar ik een aantal uur in de week voor werk. Dus ik heb in totaal 3 klanten nu. Die had ik zeker niet gevonden zonder Danielle, want ik denk als ik Danielle niet was tegengekomen, dan had ik die opleiding ook niet gedaan. Dus dan had ik waarschijnlijk nog gewoon in dienst gezeten. Zij is een toegewezen persoon om mij naar de top te brengen door haar kunde, kennis, ervaring, wat ze heel goed kan overbrengen op mensen. Wat ik zelf zou willen vertellen, dat ik heel blij ben dat ik die keuze gemaakt heb. En vind ik zelf wel een hele mooie quote. Ik twijfelde enorm tussen Danielle en Simone. Weet je, als je een deur dicht doet, weet je, dan gaat een andere deur open. Toen zei ik tegen haar van, ja, maar Danielle, dat zeg jij, maar dat voel ik niet zo. Ze zei, ga het maar doen. Toen heb ik het gedaan en het is ook zo.